Dank u. Vanavond zijn we bij Sjaafke Jansen, een van de laatste en bekendste wielrenners die ELZ voortgebracht. In de jaren 40 en 50 waar hij het, samen met de broeder Stevens, de weg met het fietsje hebben onveilig gemaakt. Nou, onveilig moesten we niet zeggen. We probeerden de wielersport een naam te geven, vooral hier in Limburg. En heb je zeker opgeboet? Dat heb ik gewoon. Sjaaf, een richtige Maaskinder. Ja, geboren en getoven. Eels neer een harde neren. Ook dat. We worden nooit en nooit en geboren. Ja. En waar stond de weg? Onder in de turf, Sjaak en Heiboer nog gewoon zeggen ze in Elsen. Daarvoor in de hoes, later naar de familie Jurissen gewoon. Daar ben ik geboren en na 3 maanden zijn we verhoest nou het hoes in station van 54. Dat is het hoes, was altijd eigenlijk gewoon? Daar heb ik mijn verder leven. Sjaak, de interesse in sport, heeft hij altijd in de geleerd? Ja, altijd, maar het was vroeger wat voetballen niet. Dat waren die bijvoorbeeld tegen Leuven, waar nu de schwal vroeger gestaan, waar nu die flatstone, daar was een brikkenbakkerie en daar hebben we altijd gevoetbald. Ja. En wie kwamen ze naar de bieten gaan fietsen? Ja, ik zag een eens in de wielerwedstrijd en daar was ik zo van bezeten dat dat moest ik en zo gaan doen, terwijl ze bij ons toe is. Al was dat toch wel op tegen geworden. Ja. Dat was nog wel een beetje een raar beroep vroeger. Ja, hij leefde ze samen te verdienen. Ook dat nog, ja, met werken natuurlijk. En dat heb ze ook gedaan, gewerkt? Ook gewerkt heb ik ook. Ja, ik heb zelfs als mijnwerker gewerkt tijdens de oorlog. Want anders moesten we naar Duitsland. Daar heb ik 2,5 jaar ondergronds gewerkt. En 1,5 jaar bovengronds. En in een carrière nog wat slaas gehad van stop? Jawel, toch wel. Want als ik 10 jaar daarna nog een of ander onderzoek kreeg voor de sport, en toen dachten ze, hé, wat heb je gedaan? Ja. Ik zeg, je hebt in de mijn gewerkt. Maar later, na 10 jaar, heb ik er toch nog geen woorden mee vergewerkt. Is dat toch gelukkig geweest? Ja. Zelf was nu een laatste, de was beroepsrenner, hè? Of semi-prof? Semi-prof, in de winter werkte voor jou. En dan? Zomer die voor alleen wielrennen. En in de winter, hoe werden ze dan? Neem je honger in? Nee. Ik heb bijvoorbeeld op siroopfabriek weer geput, houtakker, bunkiekap, we deden van alles. Van alles? Wat los en vast geworden? Bieten gestoken, zelfs nog. Ja. Wat toch een interessante tijd dan voor je. Ja. Zeg maar, ik moest ook voor fietsrennen, ik moest ook een fiets hebben. Ik kan me indenken tot in de jaren, tot de jaren 80, tot een fiets niet goedkoop hoor. U bent aan de jaartse fiets gekomen. Ja, Loes, ik heb verhebben met de familie. Een jaar of 6 in Brabant gewoond gehad en daar heb ik eigenlijk een beetje zo de kiem van de wielersport gekregen en toen hadden we een vriend en de was nogal een slimme gast, zal ik maar zeggen, en hij fietste nog een beetje, maar aangezien we geen herenfiets kregen, hebben we met een damefiets gemaakt, daar krom stuur op en houten stang ertussen gemaakt en zo ging we fietsen. Dat is nu niet meer voor te stellen. Dat is niet meer voor te stellen, maar denk eraan dat we in de crisis waren voor de oorlog. Hè. Maar het werkte wel? Het werkte even goed, het was voor de spas. Hè. We waren nog jong, dus... Daar hebben ze ook fantastische overwinningen gehaald. Met fietsen, dat heb ik vernomen. Met mijn schaap, wat is eigenlijk... Ik heb in de oorlog nog het criterium gewonnen, bijvoorbeeld in Alkmaar begon de victorie. Hebben ze me nog gehuldigd, dachten ze, Alkmaar, hoe was de victorie in Den Haag. Zo, vooral nog het criterium, maar na de oorlog ben ik klassiekers gaan rijden. Ik heb de zogenaamde Amstel Gold Race, die noemen ze, wordt toen de NPM-koers, die heb ik gewonnen. Ik heb de Ronde van Limburg gewonnen geleden. Ik ben kampioen van Nederland geworden in 47 en 49. Derde in de wereldkampioenschappen in Reims, in Frankrijk. Zelfs een tour, dat we in die jaren, dat we toch zwaar af zijn ermee gaan. Wilt je toch iets? Als dat nu op de televisie is, de renners die doorstappen, die laten zich een beetje afzakken en dan krijgen ze een bidon of twee, ze willen uit de wagen. En dan gaan ze weer terug. Hè. Maar voor je het bevoerending was, die waren, ik noem een lange rit, waren 2 keer. Hè. Maar dan kreeg ze verder niks en in 1947 wordt het heel heet. En dan ging voor mezelf op jacht.
En dan strijpte voor zijn café ging voor in en dan strijpten we dat maar leeg. En vulden alles wat van elkaar was te krijgen en dan weer achtervolgen met de groepje en dan komen we wel weer bij de groep. Maar de mannen houden toch geen samenheid, want achteraf worden ze dat toch allemaal afgehouden. Van in de totaliteit van de prijzen afgehouden en dan worden ze betaald door de organisatie. Dat wordt niet alleen AFC, maar de filter ook veel AFC. Van de Hollandse ploeg heb ik het gezien. Ja, de Hollandse ploeg, ik had me toen al tamelijk goed voorbereid. Ik was iedere dag, toen nog met Leide Peep van Stijn, vertrokken we daar dan en in, van smurgen vroeg al, denk al om 6 uur te verweg gingen. En dan kwam we om 4 uur pas terug, dus ik was echt wel get gewend aan die hitte. En we kochten geen drinken voor de bidons en de rest met vullen uit de brunneke water. En we bleven maar altijd op de fit zitten. Tot 4 uur toe. Dus ik word die hitte, ik word ook die afstand gewend. Maar die renners van hier, die hadden zich met de meeste met op criterium voorbereid. 120 of 150 kilometer, of daarboven op het vlakken. En dan, die worden uitgeput na een paar dagen. Veel is af. Ja. Want de beste is goed dat de ene keer de enige Nederlander geweest. Ja, in 47 ben ik alleen aangekomen. Ja. Veel is, ja. Als je zou een paar boetelijnen wie mij. Dat was een Pool, Kablinski, die woonde in Parijs. En van Bretagne waren een Belg, ze waren Joly, maar dat sprak ook alleen Frans. En dan was Cambellini, een Italiaan, die woonde ergens aan de Riviera. Maar met de meneer Joly heb ik wel eens een avontuur beleefd. Dat was een van de laatste dagen. En aangezien ik neem bij hun woon ingekwartierd, ja, want dat geeft zo, ik ken ze voor een man, de ploegleider en alles. Dus ik word bij hun bijgeduwd. En toen word ik smorgens wakker om een dag. En toen keek ik en ik keek nog eens een keer. En toen keek ik tegen een heel schoon dameslichaam op. Met niks aan. En meneer Joly, dat was op stap geweest en daar was ik die s'nachts met naar binnen genomen. In het hotel. Ja, en die loopt dan even mee op het bed. Dus dat was weer een avontuur wat ze niet iedere dag met me. En de chance was allemaal daar smorgens. Dus, wie we dan wakker worden, hadden we zich dan in de douche aangekleed. Maar ja, ik was gewoon Frans en hij moest gewoon masseren, want zelf had je niet tijd voor te masseren. Dan moest hij met haar op stap natuurlijk. Dus wordt dat smorgens gedaan. En ja, dan heb ik dat keer 20 minuten met die juffrouw op het bed gedaan en met eens gelacht tegen haar. De rest niet? De rest moest ik niet. Ook ploegen heb ze ook geleid. Dat nog wat de namen van Nederlandse namen ik ben een ploegleider geweest in de Tour de l'Avenir, ja, 7 jaar. En dan heb ik hier Harry Stevens, die had toen nog de groene trui gewonnen. Ik heb Jan Jansen bij me gehad. Nijdam, de pap van de renner Den Oerit. Heb ik in de ploeg gehad Hugens, de Limburger. Wim de Schepper van Stijn. John de Schepper van Stijn. We hebben nog van Limburgers Knops, van Bochels. Ja. Ook Joop Zoetemelk. Nee, Joop Zoetemelk heb ik nooit gehad. Nee. Maar Karsten. Maar Joop Zoetemelk. Dat is wel het jaar, dat laatste keer dat dicht die. Het jaar erop is hij in de Tour de l'Avenir gekomen. Je hebt toch gewoon nog een beetje op 10 fundamenten gefitst? Nou, dat weet ik niet, want toen word ik niet meer de bier. Tenminste, als ploeg dan. Maar wie Jan Jansen, dus daar heb ik toch wel veel. Ja, hij had toch hier bij ons in de kost geweest, een tijdje voor in die Ardennen te trainen. Dat die vrouw nog te bieden. Bij ons was een beetje de zoete inval. In de Ronde van Spanje heeft zich ook van alles afgespeeld. Vertel ja, ons, gaat van. De Ronde van Spanje, dat was in 1946, dat was vlak na de oorlog. En dan kan je wel denken wie dat allemaal primitief ging. Het begon al op het Schiphol, met een vliegtuig. De koto die nu is afgevallen, in zo'n einde heb ik van Amsterdam naar Madrid gevlogen. Dus kan ze denken wat dat was. En dan komen we ook nog in een onweer terecht boven de Pyreneeën. Maar in ieder geval, ik ben toch heel eens aangekomen. En ja, het eerste wat verdol metmaakte, dat was eten. We zouden er dus 2 vrouwen eraf moeten reizen. Met een zeker van de doorn van Maastricht. En we zouden in het hotel. En dan kreeg je dan potage, die shoppen, dan kreeg je soep, vrouwen die soep. Ja, weer aan het wachten. Dan kon je een stuk brood met het vis en weer gewoon aan het wachten op die eerappelen. En mevrouw dat brood inmiddels erop, dan komt de kelder langs, ze kijkt zo. Dan gooit er een stuk brood over neer.
Maar ik kreeg een beetje nut. Ja, veel een stuk brood weer op, want verrekte van mijn honger. En toen heb ik hem gezegd, potatoes. Nou, dat mens zei het zo op zijn einde. Ja, het is zo gauw, is er de rond gaan vertellen dat ik dan, ja, ik moest dat niet verstaan in het Spaans, dat ik eerappelen moest hebben. Die hadden ze al van 33 niet meer gezien. Door. Dus ah. Kunnen ze denken wat dat voor, dat vier dagen avond zijn. Nou, even later, die anderen gingen afvolgen. Twee dagen achterna komen die anderen met de vliegtuig. Een beetje groter dan dat ook goed, tussen haakjes. En ja, toen hadden we bananen metgenomen. De einde de bimbi geworden dan. Met vier hadden we inmiddels dat vliegtuig wel verlaat, dus we hadden nog niet gegeten. En toen zei hij tegen me, ik heb geen vrucht, zei hij, ik heb bananen, want die gaan we weer niet hier in 46. Maar ja, helaas worden er niet met jou. Die hebben we allemaal opgegeten van de honger. Het spit me wel, jongens, maar... ik ken hem, ja. Dus dat was het eerste probleem wat de ploegleider kreeg, dat was Martin Duizings. Dat wordt toen van de sport gezet, van de streek worden van de afdeling sport. En dat eerste probleem wat we kregen met hij, de KLM, geweldig veel aan metgewerkt. Die liet op wat komen en dan schikte ze zo nou, mij op het lijst ging dat mij zou voor zoiets in Spanje en verkregen wordt groen. Dus dat ging ook niet meer. Waarom niet meer smakelijk? Maar ja, toen sleep we dan aan de Portugese grens, ergens. En toen kregen we een ei. Nou, dat hadden we dan, dat dan gehad. Maar ja, ik maakte een flater, dus het ei, dat doen we onder de soep, dat ei, dat voor een beetje aan te sterken. Ja, ik had me niet gedaan, want toen kreeg ik een diarree, als ze dat in Spanje kreeg met de olijfolie en alles. En daar heb ik dan zo lang met afgezien, terug op het les. Ja, ze het waren goed gemergeld, want ik koos niet meer eten, dat werd gewoon veel vergeven, diarree, et cetera, en toen heb ik moeten opgeven, ja. Dat is mijn relaas van de Tour van España. Een triest relaas. Een triest relaas, ja. Jammer, want ik hoog niet hier op. De man met de hamer. Nee, dat wordt niet met de hamer. Dat wordt toch zo iedere dag minder, hè. Omdat ze geen reserve was, je wordt dat iedere dag voor ze slapper. Een dat nummer aan de stad. Daar hebben ze een naam voor. Ja, een inzinking. Hè. Ja, toch. En hoe hebben ze het in de Tour, die van onze ploegen hebben dat nu gehad ook in de Ronde Spanje. Dat is Gelabert toch 24 minuten achtergekomen, alleen doordat er verkeerd ook eerder en een diarree ook gekregen. Zwakke punt dan toch? In die lijn is dat moest oppassen, ja, met eerder. Heel voorzichtig zijn. We hebben al eens in een plaats geslopen en er was een Joosse biebig en een brouwbandje en toen maken we me wakker. Nou, ik zeg, wat is het? Ze zei, kijk daar, kakkerlakken langs de muur, die leven gewoon. Daar hebben ze het onmogelijkste mee gemaakt in Spanje, dat is waar. Rever Kolsommen en zo voor geen mens, als hij in zijn auto stond een soldaat met een geweer op wacht. En dan zou ze een kip nemen, boven de top onheet. Dan reed ze maar aan, met de hoop dat ze maar niet veel, want dat wordt ook een drama natuurlijk. Maar daar hebben we het mee gemaakt. Ja. En tenminste, één keer gestaakt. Dus we hebben voorrading gekregen in een dorp, een groot, tamelijk groot dorp nogal. En we komen in het dorp en iedereen prepareerde zich. Want iedereen verrekte natuurlijk weer van de honger, want het worden altijd tenminste eten door. En ja, we vliegen het dorp, maar er was niks. We hebben goed in het dorp voor gestaakt. Die Spanjaarden zaten ineens de wegen af. Die renners, die, ja, en één wil nog door, dan kreeg ze nog flink gestoken. Maar gewoon gestaag, toen is de auto weer teruggekregen van de directie. En hij heeft toen appelsine en brood meegekregen, want ik kost die kost er nog niks aan. En toen ging ik weer wieren op die appelsine met het druikstuk brood. We hebben ook nog een avontuur blijven in Madrid. Ja, honger, het wordt altijd maar honger. En toen zag hij, dan moest op de markt gewoon, dan kan ze brood kopen. Ja, met het gebrekkig. Spaans, ja. En toen zei de vrouw voor een voor pij, hè, dat we brood. Oh. Er was een vrouw daar, die verkocht brood. Mm. Ja, veel naar die vrouw weer, pij. Die vrouw die kijkt ze rond en die lucht ze rokken op. En had dan een zak omgehangen en verkocht ze zoals brood. En eten, niet vies, maar eten van de honger. Hoeveel warm brood?
Dat wordt, ja, dat heb ik niet gevuld, maar dat weet ik niet meer. Dat kan ik niet zeker vertellen of het waar is, maar in ieder geval, het smaakte onder de rokkenhoed. Dat maakten ze in Spanje in 1946 met. Maar dat was de eerste, de oog, na de oorlog. Ja. Jullie moesten nog opnieuw beginnen. Zoals wie dan Tour de France in 1947. De eerste nou ook nog veel haken en ogen natuurlijk. Ja. Dat is niet zo perfect wie dat nu gaat. Ja, dat, die avontuur heb ik zo metgemaakt omdat ik had gereden op na de oorlog, hè. Snap je? Ja. Het opboeven, het fietsgaan op nu. Toen moest het eigenlijk weer opnieuw beginnen, ja. Want opboeven de sport. Dat wordt die hele oorlog wordt geen Tour de France geweest. Ja. De verzorging in zijn rondjes, zijn wedstrijden. Je moet voor een stoel, ik heb je voorstellen. Ja, als ze dat noemen, maar zus in het hotel. Ik wil zeggen, als ze aankomt, dan moest ze meteen fietsen naar het hotel. Ik weet niet of dat nu nog is. En dik nog wel ooit 10, 20 kilometer. En ja, dan kon ze zich wassen en op het bed liggen. En dan wordt ze gemasseerd. Dan eten. Het was maar altijd rusten en fietsen. Vooral dat worden toen het niet als langer heette, want we hebben al een gehad van 340 kilometer van Parijs naar Metz. Dus dat is in een hele afstand. Dat is een ruk. En dan die dokter met die begeleiding die ze nu op de AC helemaal niet. He, nu kregen ze onderzoek, hebben ze een of andere vitamine te minnen. En werd er dadelijk bijgewerkt door zijn dokter, door of een spuit of een tablet. Maar dat al veel vroeger, he, dat ging maar gewoon op het eten, op de soep en op de biefstukken die ze kregen. Want nu eten ze gaar geen biefstukken, maar toen waren we heel veel lekker dat biefstuk. Want voor mij dat het dat was. En hoe mogen ze het helemaal niet meer eten? Dus nu allemaal lichte koos. Ja. Als nu zo'n valpartij was, dan moet toch ook een medische verzorging geweest zijn? Of tenminste, gaat van dokter? Er was een rode kruiswagen erbij. En of dan een dokter en zo, dat weet ik niet, maar dat wordt dan ook jel. Maar dan wordt er wel, ja, die bied die hoor, dan als het schet wie doet erin, dan wordt er natuurlijk al over de water. Want ik noem het schet, als ze nu verreden toen. Lucien Pauw, dat wordt over vijf kools. En dat kent ze wel begrijpen wie dat op het lijst, wie weet dat daar hoe trein loog. Want toen moesten we wel binnen de tijd, nu moesten binnen de tijd binnen zijn, maar dat hoefde toen niet. Toen noemen ze wel de lijst het eerste keer. De lijst in het algemeen klassement, dat moest hij even schoon. Dus ze moesten denken wat over een afstand wordt tussen de eerste en want als ze een rende drie keer plat reden, en dan moesten ze het zelf gaan repareren. En dan moesten ze nog dik wachten op een type. Van een of andere wagen, want als er twee lekker, want dat is met twee bieden. Dus als het drie keer lekker is, want op die kools waren allemaal grind, die wachtkools. Mm-hmm. Dus daar is zo gauw wel lekker. En dan moesten ze maar zien tot ze op die, dus en dan wordt dan een afstand tussen de eerste en de laatste. Dus als er werkelijk een dokter bij komt, en daar ook erbij worden, en daar is achteraan. En vuur aan diegene vallen, maar dat wordt al wie de wat, die had een dokter bij hem komen natuurlijk. En die verzorging wordt inderdaad, dat wordt totaal niet wie nu. Toen kost al blizen als een masseur als er een beetje kost verbinden. En een beetje kost vitamine geven op zich uit, als ze horen. Is het zelf ook eens een ernstig ongeluk overkomen in de Tour? Of met het fietsen? Ja, ernstig, wat noemt zich. Ziekenhuisopname. Ik ben een Luc Bastenaken, Luc ben ik gevallen in Bastogne. Toen waren we toevallig in de eerste peloton en we zitten in een waaier over de heen, maar toen waren die hier en daar loker in de weg van Rundstedt, offensief toen. We zijn die toch dingen ingegangen, die Duitsers, tegen offensief. En dat waren 47 en toen week in een hoed over zijn loop wat in de weg was. En dat heel verzot in een waaier over de weg en die gingen allemaal neer. Zoals die gisteren hebben we verloren, zeker met 15 mannen. En het waren nog een lichtelijk naar beneden en afzink. Dus voor een misschien 60 en door. En daarna heb ik toen mijn sleutelbeen gebroken. En daar heb ze weer zijn geval. Dat was geen ziekenwagen of niks. Ze hebben mij lui opgeladen met een wagen. Binnen een mars binnen een apotheker geweest. Dat gekeken. Ja, de werf ik dan kassé. Dat kon ik dan verstaan. En buiten mars hadden ze mij terug. En dan stond ik even de weg met mijn kapotte sleutelbeen. Zoek het u maar uit. Daar heb ik geleefd. En toen worden jou drie renners die worden langs de kopgroep en er komen een wagen, een luxe wagen, en daar stopte
Ze hadden een man en een vrouw met een meidje en die hebben me metgenomen tot een Luc. En ze ben ik toen naar Luc gekomen, ook weer niet naar een dokter, ben ik bestregen naar een dokter gegaan en hij heeft me gewoon zelf gezat. En toen zag er, wist wat ze nu deed, ze een bioek in pauze, een binnenbandje. En dan deed ze richting de dwars achterover, tot ze richting showers achterover. En zo heb ik me, zo ben ik dan genezen en het ging ook. Die en later nou zouden we weer op de fiets. En dat ze waar als ze gaat overkomen, dan was ze aan de goede overgeleefd. Dat was de echte ze, ja. Ik ben in Belgeol in de kermisgoed gevallen, dat ik heel geschaafd word. En dan kon ik me zeggen, wat moet ik doen? En ze dacht in haar aan, weet ze wat ze moest doen? Ze zegt, ja, het goed was je met zeepzakker, dan is het zuiver en zeuter. Nee, maar dat wordt zo natuurlijk wel. Maar van dat een van oplopen van die ziektes, wie nu op de wegen, dan geven ze een titanenspuit. Die hadden al van nooit van gewerkt. Dat ging mij gewoon, heb ze een keer door. Misschien ook dat geluk gehad. Ook dat hebben we, dat moesten natuurlijk in de leven toch hebben. Hè. Toen met die tramrails en alles, die zijn gewoon niet meer met jassen toen over, en dan ringen die worden spek laat. Of er tussenin. Of er tussenin, ja. De ogelens gaat dat het zelf geringerd had, dat ze niet zelfs liggen. En toen erin, dat ging een hele groepje neer. En dat kreeg zo. En toch in de gang blijven? Ja, wel mogelijk moest wel, hè. Want we moesten geld verdienen. En het is niet zo gemakkelijk wie nu krijgen ze jaar geld, hè. Maar veel moesten plus leven van de prijs die verdienen. Dan was niks. En als ze niet veel prijs maken? Dan naast we een klein boterham. Het was een harde labeur. Nou, moet toch zeggen dat ze jou gaat voor de sport echt over op schat. Maar dat is niet altijd fitse geweest in leven. Daar hebben ze ook later toch ook nog andere verenigingen gehad waar ze lid van best geweest zijn. Of tenminste interesses gehad. Wie goed zijn met voetbal hebben, met wielrennen hebben we een tijdje gevoetbald. Wie Aslo in het derde en vierde werd ze wel zo voor de lol. En toen ben ik later met mijn schoonvader ben ik doof genomen. En wie dat goed zei, ben ik alleen doorgegaan. Dat heb ik ongeveer 24 jaar gedaan. En de bestaan hebben ze toen de fietsenzaak opgebouwd? We hebben de fietsenzaak heb ik ongeveer in 1943 ben ik de fietsenzaak opgebouwd. Fietsen ik nog, de bier. Ja, dat liep dan in één uur eigenlijk? Dat ging in één uur door, ja. En de doeven, daar was ze ook niet te zuinig met prisa. Nou ja, weet je wat ding, ik ga niet zo vuil doen, maar wat ik tegenwoordig altijd goed doe, dat was met fietsen, dat was met alles. En met doeven heb ik tamelijk goed, nou een aantal heeft er met z'n jaar van half goed gespeeld altijd. Want ik heb zelfs nog in een auto gewonnen dus. Oh, hij is toch twee? Toen had ik twee auto's. Maar één verkocht ik toch met hem, want dat kost ik niet financieel bedreigd. De vrouw in een auto, want dat geeft nu wel, maar toen ging dat niet. Hoe lang heb ze het doeven toch gehad? 24 jaar zeg het, ja. Ja, ik heb vroeger ook eens een eind gehad. Ja, wel. Chef de triathlon, daar zit je ook nauw bij betrokken. Ik geloof zelfs aan de weg heb je ervan gestangen. Wilt je daar eens even van vertellen? Ja, inderdaad, vrouwen hier in Elster een loop. Onder andere dat loopt op oudejaarsavond, de wedstrijd. Sylvesterloop? Sylvesterloop, kom maar niet op de naam. En toen zouden we, ja, we moeten toch nog eens wat anders gaan doen. We hebben een onderhoud gehad met Smeets, we weten over Smeets, Tisse en Zinke, en Stijn. En toen wilden we eerst een marathon organiseren. Maar die worden toen al wat verzeilen, maar die komen die triathlons op. Dan zagen we, zouden we dat eens gaan doen? Ik weet niet, een van die heeft dat voorgesteld. En dat is toen ingeslagen en we zijn daar mee eens met begoos. Het zwemmen in dat meer daar. En dan lopen. Maar toen wordt het nog bij een klein de eerste keer. Maar later is dat uitgegroeid tot de triathlon die nu is. Wie lang is dat nu al aan de gang eigenlijk? 14 jaar. Volgend jaar wordt het 15 jaar. En dan denk ik al dat het mijn laatste jaar wordt. Ja. Met een rol in de organisatie op het ogenblik. Die moet verdienen. Ja, die zit alleen op technisch gebied nog. Even het fietsen noodzakelijk. En dat is het, ja. In het begin waren we wel mee, maar dat is zo uitgebreid. Dat is een grote organisatie geworden, dat allemaal in taken is verdeeld. En ze hebben echt die taak van fietsen. De jongens van, ik heb tenslotte drie jongens. Hè. Ja. En de oud-zuid-chef. Oud-zuid-chef, dat kwam als volgt. Toen zaten we in een café doen bij de Kremer. En toen worden we geboren dat tijdens muziek, want er waren nog bal. En ja, we zouden dan de vader nemen, dat was Jacob, wij zouden Jacques eten of Jacques, wie ze wilt.
met de supporters die op, in de koffie waren, die waren dan niet met eens, dat mocht niet zeggen, dat moest jij weten. Ja, dan zijn we bij de vader gaan vragen wat hij ervan vond, ja, dat interesseerde hem niks. Dus het woord Jozef Jacobus, of Chef Jacobus, wie ze wil. En de vrouw wordt hij net gevraagd? De vrouw, nee, de supporters waren toen de baas. Niet te geloven. Maar de jongens, hebben die ook ooit gaan in de sport gedaan, of een wijgezeug in de sport? De oudste heeft het ook het wielrennen geweest, heeft bij nieuwelingen gereden. En verder heeft er het nog geschreven, is ze later even gestapt naar de PRD, in de dressuur. Ja, de vrouw van hem is zelfs tweede geworden op de Olympische kampioenschappen. Ja, die is wel kampioen geworden en tweede in de Olympische Spelen, ja. Anke Vergruns van de Anke Vergruns. Maar het is niet zijn vrouw, het is zijn vriendin. Oh, zijn vriendin. Dat is modern. Ja, zelfs ik ook dat niet terrein. Die andere twee jongens heeft die zijn in de zaak gebleven, hè? Johan, ja, en Haie. Ja, Haie had ook het gefiets gehad, ja. Ten tweede. En die hebben later hebben die de zaak overgenomen. Ja, Johan is toch vrij actief geweest in het zwemmen, heb ik al gezien. Johan is gewoon zwemmen, badminton, badminton. Ja. Chef, maar je hebt andere activiteiten van die. De bus was ook een serieuze sporter geweest, maar de andere kant van leven kost ook goed, hè? Ja, ik wou wat dat betreft wel een levensgenieter. De carnaval? De carnaval die heb ik nog jaren altijd, vooral met Luke de Meijer, de kapper, samen vroeger wel een feestnummer in de optocht altijd. Dat is, je hebt toch jarenlang geen optocht gebeuren geslagen? Nee, geen ene. Nee, jaren niet. En dan heb ik begrepen, deze nog de kilometers wengelen met de vrouw? Verwengelen wel, bekend iedere dag en we fietsen nog regelmatig. En wat deed ze nog? Dansen? Dansen, ik kreeg nog dansles, ja, lach niet, 76 jaar op de dansles, maar dat is inderdaad zo. En dat gaat goed af? En dat gaat nog goed af, alleen, dat wil hij onthield niet immer die passen, hè, want dan word je knauwer. En dan moet die lerares wel eens grommen, omdat ik het niet, of dat ik het niet goed, omdat ik het vergeten ben, maar het gaat wel goed. Maar de meters van Elsen, die dansen geschermd. Meisjes kan we voor vrouwen, niet voor meisjes. Want die meisjes zullen zeggen, hé, ouwe, wat kan je stichtje doen? En trouwens, die kinderen tegenwoordig gewoon niet meer stijl dansen. Maar chef, als ik het goed begrepen heb, heb je eigenlijk nog aanzienlijk leven langer als een uur stilgezeten. Of toch? Ja, toch wel, s'nachts, hè, want dan moet ik slapen natuurlijk. Dan wordt het langer als een uur. Maar vandaag heb ze wel gelegen, dan heb ik niet veel tijd over. Ik heb me nog nooit verveeld. Chef, dat is een persoonlijke vraag. Hoe? Is wel gevaarlijk. Hoe ben je eigenlijk aan de vrouw gekomen? Heb ze die ook vrouw, soms? Dat is een verhaal op zich. Ja. Niet met tranen gewonnen? Die vrouw die woont niet vrij, want die woont van Lind, dat ligt onder de munje. Ja, maar die lagen toen veel worden bevrijd. En die lagen in die zone, daar was juist dat gevangen in de gang voor. En toen zijn die geëvacueerd geworden door de linie C. En die zijn toevallig hier in Elsen terechtgekomen. Bij Bekkers op de Stageweg. Ja. En ik kwam toen dit nog bij Pieper in de hei. En dat was Mia en Toos die was bij Bekkers en Mia was bij Piepers in gekwalificeerd. En zo toen gingen we eens naar het cinema. En toen kwam ze per ongeluk bij me zitten. En zodoende hebben we leren kennen. Zo is het gekomen. Zo is het gekomen. Het is geen ronde mis geweest. Ze is nooit geen ronde mis geweest, maar dat wij van Elsen en Lin, dat heb ik wel dik gereden. Dat kan ik ongeveer nog van boete, want wie dan tijd om wordt, moest hij terug natuurlijk. En toen koos ik vice versa hier linnen. En auto, ja, dat bestond toen nog niet. Dat bestond wel met oude niet. En dus moest alles op fietsen. En zodoende heb ik er leren kennen. Hoeveel jaar heb je naar Lin gefietst? Naar Lin heb ik gefietst 3 jaar. Nou, dat is toch... Ja, dan koos ik eerder plevies in het fietsbad, koos ik. Ja. Is toch echt veroverd? Ja, die heb ik echt nog helpen moeten werken voor die te krijgen. Ja, maar zo vind ik ze ook nog als mijn tweede. Dat weet ik niet, dat moest er zelf naar vroegen. Wat ook niet iedereen kan zeggen, is dat er op een pleitje terecht komt met zijn activiteiten. Dat zit je wel overkomen.
Ja, op een zekere zondag heb mijn neefje binnen, hij woont in Valkenswaard. Dat is een zoon van mijn trouwste supporter, waar mijn zuster gereed. En dan komt hij binnen en dan zegt er, kan ik hier een bandje draaien? Op zo'n Brabantse wedstrijd. Ik zeg, ja, waarom? Ja, zei, mag ik dat even doen? Ja. Hij doet dat ding. Hè. En dan komt Paf Rooij, ik hoor een prachtig liedje, dat we Jelen ingestoomd over de ronde van Spanje. Het kampioenschap wordt, dus toen ook nog naar de trein, naar de tour moesten enzovoort. Dat wordt echt leuk gemaakt. En dat begint over Bartali dingen. En dan zit er wat ik ze afgezien heb, in de Spanje, dan in de Tour de France. En hij heeft er eigenlijk een leuk leedje van gemaakt. Is het gewoon een jaar betoon? Ik vind het wel aardig, joh, want het deed me echt wel gaat wie het wel, omdat ik er niks van wist. Het was gewoon een verrassing. Ja, dat is echt een schoon verrassing. Ja, het wordt echt een leuke verrassing. Waar zijn Koppie en Bartali? Mooie Hugo Coblet. Charopic en Geminiani. Waar is Louison Bobet? Met een koppenhals van staal. Met een lijven van graniet. Maar wie kent hen allemaal? Die hun namen nu nog ziet. En waar zijn toch al die knechten? Al die slaven van de weg? Al die waterdragers helpers, al die ploeteraars met pech. Met hun koppen als van staal, met hun lijven van graniet. Ze zijn naamloos allemaal, maar juist helden voor een lied. Sjeppe Jansen ging in 46 met een vliegmachine naar de Vuelta a España. Hij had nooit een berg gezien, heel veel meer nog dan zijn luchtdoop heeft hem dit meteen geraakt. Dat het eten daar naar knoflook en vooral naar olie smaakt. De Vuelta ging van start, het was heel koud de eerste week. En de maag van Sjeppe raakte elke dag steeds meer van streek. Sjeppe's ploeggenoot Sjaak zijn heeft nog over hem gewaakt. Deze Sjaak die bij Valencia een ezel had geraakt. Sjeppe's kop met zwarte haren zakte naar beneden toe. Hij had machteloze benen, hij was afgetopt en moe. Net een uitgewrongen duil, van dagen lang verdroeg hij niets. In de etappe naar Tortosa viel hij huilend van zijn fiets. Allee, Sjeppe Jansen, Sjeppe Jansen, hou vol. Allee, Sjeppe Jansen, tot de top van de kool. Schakel nog een tandje bij en bijt je kiezen op elkaar. Allee, Sjeppe Jansen, Sjeppe Jansen, hou vol. Sjeppe trainde heel de winter en hij werd dan ook riant. 1 jaar later op de Kouwberg kampioen van Nederland. Regelrecht vanuit de douche ging Sjeppe naar het station. Met een nachttrein naar Parijs, waar toen de tour ook weer begon. Een tourmechanicien monteerde zo bleek later pas. Een verhaal die een fractie korter dan de andere was. Na wat dagen zwol het linkerbeen van Sjeppe pijnlijk op. Ik moet doorgaan, speelde door zijn zwarte kop. Allee, Sjeppe Jansen, Sjeppe Jansen, hou vol. Allee, Sjeppe Jansen, tot de top van de kool. Schakel nog een tandje bij en bijtje kiezen op elkaar. Allee, Sjeppe Jansen, Sjeppe Jansen, hou vol. Ploeg, met de Galibier en nog 2 weken koersen voor de boeg. Dus de leiding keerde huiswaarts en de pers is meegegaan. Alleen Sjeppe zwoegde verder eenzaam in de karavaan. Een week later in de Pyreneeën had hij 3 keer pech. Hij had geen reserve tubus, dus hij wachtte langs de weg. Op de bezemwagen tot een Zwitser hem een bandje gaf. Sjeppe haalde zo Parijs en meer dan 80 stapten af. Allee, Sjeppe Jansen, hou vol. Allee, Sjeppe Jansen, tot de top van de kool. Schakel nog een tandje bij en bijtje kiezen op elkaar. Allee, Sjeppe Jansen, hou vol.
dat woord, Sjefke Jansen was de richtige maaskantje van vanavond.